Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik ga even mijn raam dicht doen, want ze zijn al heel de dag herrie aan het maken buiten. Nog heel de ochtend. Het is vandaag vrijdag, het is nu half twee. Ik heb al een hele ochtend erop zitten. Ik ben vandaag mijn nagels gaan doen. Lekker wit, kort. Ik wil gewoon even wat natuurlijk en niet te heftig, want ja, ik ben toch gewoon eventjes zat. Dus ik ben mijn nagels gaan doen vanochtend. En ik heb net even een TikTok opgenomen. Want ik wilde weer even gewoon een paar TikToks maken. Dat ik gewoon alvast wat vooruit werk. Oh, ik ga dit even hier zitten, want mijn hand wordt echt lam. Maar anyways, ik heb dus net één TikTok gemaakt. Een natural glowy make-up look. En ik wil nog een paar outfits filmen. En ik moet ook nog de video voor dit weekend gaan editen. Dus dat ga ik vanmiddag ook even doen. En voor de rest, mijn neef is vandaag jarig. Hij is 4 jaar oud geworden. En ik ga vanavond mijn tante even helpen met ballonnen zitten en zo. Morgen gaan we zijn verjaardag vieren. Ik heb zondag ook een festival. Ga ik naar Omai toe. Ik heb er echt zoveel zin in. Want er zijn echt veel leuke artiesten die komen. Dus I'm so excited. En ik heb een hele leuke outfit van Ellie Sisters. Maar die laat ik wel zondag zien. En ik ga morgen ook mijn haar laten doen bij Oh My Raw Hair. Ik ga lekker een strakke staart laten zetten. Bij de daarna wil ik denk ik even voor een paar maandjes gewoon braids laten zetten. En passion twist. Want ik ben net zo zat om haren te doen. Ik ben er gewoon, klaar mee. En ik merk ook dat mijn haar breekt. En I'm just no. Dus dat ga ik ook doen. En voor de rest vandaag ga ik ook niet zoveel dingen. Ik wilde nog mijn VJJ stomer gebruiken vandaag. Gisteren ben ik gaan waxen. So I'm all clean. Ik ben helemaal clean. Ik vind dat zo'n heerlijk gevoel als het gewoon helemaal lekker zacht is. Maar ik heb dus mijn oksels gedaan, down there. En mijn benen doe ik eigenlijk nooit. Dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Maar ik heb niet zoveel beenhaar groei, dus ja. Anyway, ik ga nog eventjes een paar TikToks maken. En dan spreek ik jullie zo meteen weer. Ik heb nu al 2 outfits gefilmd. Ik heb net deze outfit van Nikki Studios gefilmd. En het is bloedheet. Oh my god, ik ga dood. Ik heb even wat siroop gemaakt. Met een schattige kopje gezet. Maar ik zit er wel lekker in. Ik merk wel dat ik gewoon, net had ik echt even geen zin. En had ik zoiets van, mijn make-up moet eraf. Mijn haar moet even los. Ik wil gewoon liggen. Maar nu ik wat video's heb opgenomen, zit ik weer even in die flow. Dus ik ga gewoon zoveel mogelijk maken. En als ik geen zin meer heb, dan stop ik gewoon. Ik heb in ieder geval wel 3 video's nu opgenomen. Dus dat vind ik op zich wel goed. En ja, we zien wel, joh. Maar it's getting there. Oké, guys. Ik heb net even heel veel video's geëdit. En ze zijn wel echt heel leuk geworden. Ik heb nog niet de video van morgen geëdit. Of zondag. Maar ik ga dat denk ik morgenochtend doen of zo. En ik ga nu mijn make-up eraf halen. Want ik word para. Het is zo heet, dus het moet er gewoon vanaf. En ik haal het eraf met dit. Ik denk niet dat hij scherp. Als ik mijn gezicht weghaal, meestal staat hij dan wel scherp. Kijk. Ik haal het dus hiermee eraf. Van Glow Recipe. En het is een soort van cremetje. En als je dat dan erop doet, dan smelt olie foundation of make-up er gewoon zo vanaf. Ik moet ook echt hoog nodig nieuwe spullen kopen, want ik gebruik altijd een dagelijkse scrub. En die is nu dus op, dus ik heb alleen dit. En dat is gewoon niet genoeg, want mijn gezicht wordt gewoon niet schoon genoeg van alleen deze cleansing balm. Kijk, het zit allemaal op mijn hand. Kijk, als ik zo mijn wenkbrauw wegga, dan zien jullie het iets beter. Kijk. Wat is het heet? Oké, guys. Ik ben even bij mijn nichtje. Ik moet haar ophalen. Ze gaat ook mee. Haar broertje is jarig. Ik heb een gembershotje. Ze hebben dus een nieuwe verpakking van deze. Van Albert Heijn. En volgens mij is deze minder sterk als die daarvoor. Want bij die andere kon ik echt bijna niet ademen. Maar deze is nog best te doen. En is 1 euro voor 1 flesje. Maar als je er volgens mij 5 haalt,
kreeg je de 60 gratis of zo. Dus ik had er gelijk 6 gehaald. Happy birthday! Jairus. Ja? Zeg peace! We hebben dit al helemaal voor elkaar gekregen. Eigenlijk Rita. En het komt wel een beetje... Oh. Ik heb mijn broodje dunner. Heel slecht. Wat heb jij, Jane? Wat is dat? Nee, en jij, Jair? Jair! Wat eet je? Macaroni. Macaroni. Eet jij? Een kipnuggets. En een broodje dinner. En een broodje dinner. Morgen iedereen. Het is zaterdag. Het is 7:15. Kwart over negen. En ik ga even... Eerst even tanken. En daarna ga ik naar mijn tante toe. Dan gaat ze even mijn haar feunen. Want ik heb net even mijn haar gewassen. En ik moet het gefeund hebben voor straks als ik mijn pony toe laat zetten. Dus ik ga even mijn haar laten feunen. En daarna ga ik, moet ik eventjes wachten. Want ik heb pas om 2 uur een afspraak. En dan ga ik dus mijn sleek pony toe laten zetten. En daarna moet ik snel naar huis gaan. Omkleden. En dan het verjaardag van mijn neefje. Dus dat is de planning voor nu. Ik heb even wat brood gemaakt onderweg. En of course een gembershotje. En het is gewoon 22 graden en het is nog steeds bloedheet. Vannacht is het ook echt heet. Ik denk dat gewoon de hitte van al deze dagen en aankomende dagen gewoon in de lucht blijft hangen. Dat het niet eens afkoelt. En het is echt, echt niet nice. Maar goed, ik zie jullie zo. Oké, ik weet niet wat er met het beeld net gebeurde, maar ik film het even opnieuw. Ik heb mijn haar gedaan. En ik heb een soort van tornado-achtig iets. Het is echt super mooi. En het haar is ook echt mooi. En ik kan het dus meerdere keren gebruiken. Ik kan het verven, ik kan het krullen, ik kan het stylen. Maar ik ben even make-up aan het doen. Ik ga zo meteen naar mijn verjaardag, naar de verjaardag van mijn neefje. En het scheelt wel dat ik alleen even make-up wil doen. Ik wil echt een oorpiercing hier. En hier, en hier. Ja, gesprekken met z'n voeren en zo. Ja, één op één aandacht. Zeg dan iets. Hoi. Zeg even iets tegen de vloggers. Hoi. Lorraine. Hi. Hey, dat is mijn zus. Hi. Dit is mijn zus. Ja. En hoe heet je zus? Ik ben Jen. Jen. Mama. Laat even je outfit zien. Ga even staan weer. Waar is je shirt vandaan? En je broek? Ik weet niet wat het is. Nova Man. Fashion Nova. Schoenen. En trip. Happy birthday to you. Everybody. ik heb gisteren volgens mij niet echt de vlog nog geëindigd of iets. Look at my hair. Dit is dus gebeurd. Ik weet niet hoe ik dit moet fixen. Ik weet niet hoe dit... Nou, anyways. Ik ben al een tijdje wakker. Ik was om 6 uur al wakker vanochtend. En toen... Wat ging ik toen ook weer doen? Ik weet niet eens meer. Maar ik was klaar wakker en het was ook echt heel heet. Terwijl vandaag zou het wat frisser zijn buiten. Anyways. Today is the day van al mijn festival. Ik heb er echt zoveel zin in. Oh, dat was ik niet aan het vertellen. Ik wilde aan het vertellen dat gisteren, had ik het vlog niet afgesloten. Maar ik was kapot moe naar de verjaardag van mijn neefje. Tenminste, tijdens al. Heel mijn energy was gewoon helemaal naar beneden gegaan. En ik wilde gewoon naar huis. Ik voelde me ook niet lekker of zo. Dus toen ging ik naar huis toe. Ik heb niet eens mijn make-up eraf gehaald. Ik heb niet eens... Volgens mij had ik nog een beetje kleren aan. Ik weet niet wat ik aan. Volgens mij had ik nog mijn shirt aan. Ik heb nu een ander shirt aan. Ik had nog mijn topje aan. Die ik aan had naar het feestje. Al mijn... Schoenen gewoon op de grond gegooid, mijn tas op de grond gegooid. En ik ging gelijk slapen omdat ik gewoon helemaal dood was. Focus die niet op mij.
Maar ja, in ieder geval, mijn haar is een beetje pluizig. Ik hoef het alleen nog maar een beetje met Red One een beetje zo naar achter te borstelen. Dan is het op zich wel goed. En ik hoop dat het een beetje warm is buiten. Want ik heb een korte mouwen shirt aan en wel een legging. Maar ik had dat expres gedaan, want het is zo'n set van Ellie Sisters. En je hebt ook eentje met lange mouwen. Ik dacht, als ik het met lange mouwen doe, dan is het weer te heet. Maar nu denk ik... Ik denk dat die met lange mouwen eigenlijk toch wel beter zou zijn. Hij focust echt niet vandaag op mij. In ieder geval, ik ga even mijn camera opladen. En dan ga ik even liggen. En dan daarna ga ik me klaarmaken. Dan gaan we naar het festival. Ik heb zoveel zin. Het is al 2 jaar of 3 jaar terug dat ik naar een festival ben geweest. So I'm excited. Oké, guys, I'm ready. En ik wil jullie de outfit laten zien. Even kijken waar ik de camera gaat neerzetten. Ik moet echt even een standaard plek vinden. Waar ik de camera kan vinden. Maar make-up is op zich redelijk gelukt. Ik vind het wel jammer dat mijn krul aan het uiteinde niet meer krult. Maar ja, maakt niet uit. Maar ik moet toch even een foto maken van de... En even een leuke TikTok. Dus dat ga ik even doen. I'm so excited. Hoi. Nou jongens, het is na 5 uur gewacht. Zijn we eindelijk ready allemaal. Maar kom op, had je iets anders verwacht? Nee. Nou ja. Weet je wat het is? We hadden een tijd afgesproken. Wat? 4 uur zei je tegen mij? Ja, nee, maar luister. En toen zei ik tegen jou, want je moest nog dingen terugbrengen. Toen zei ik, oké, zullen we iets eerder gaan? We hebben de originele tijd niet eens gehaald. En de aangepaste tijd. Nee, zei tegen mij, we gaan 4 uur. Nee. Kijk, het gaat nee, terug daar even. Zijn. Bij de Mel zijn. Ja, maar meestal zullen we dan 4 uur doen. Dat kan 2 dingen betekenen. Ja, maar je moet gewoon begrijpen wat we doen. Maar Shelley is... Shelley. Jongen praat met de halve zin, hè? Ja. In ieder geval. Wij gaan dus nu... Oh, ik moet toch naar de Paasleus? Ja. Wat? Ja, maar we gaan de pont toch niet halen, lief schat? Hoezo niet? Nu. We gaan naar de pont. Nu? In 6 minuten. Huh? Hoe laat is het dan? Oh nee, ga ik Het is Maasluistijd. We kunnen beter omrijden dan, denk ik. Ja, ik moet hem gewoon even voornemen. Ja, die staat erbij. Ja, die chili saus, maar doe maar 2 bakjes. Mag ik daarbij 2 keer die chili saus? Sorry? Heb je die chili saus? Sorry? Chili saus, ja. Yeah. Maar 2 keer alsjeblieft. Ja. Ja, wat de hel. Oh, op met appen. Ik moet echt iets verzinnen. Oh. Oké. Blijf vloggen. Ja. We hebben een KFC gehaald. En ik heb een boneless... Zit je nou te lachen? Ik heb een boneless meal. Met of course mais. Maar waarom krijgen jullie zo'n grote box? Weet ik niet. Weet ik niet. Ik vraag me ook al eigenlijk. Voor dezelfde prijs, hè? Oh, misschien omdat jullie van die dikke dingen hebben. Een bot. Dit moet echt weg. Okay. Jullie zitten allemaal te eten. Ik ben nog niet eens gestationeerd. Oh, is makkelijk. Ik zit ook. Daar. Nou, jongens. We zijn al denk ik 1/2 uur bezig met een een parkeerplek te vinden. Maar het is gewoon niet te doen. Het is overal vol. Je moet minimaal 5 tot 10 minuten lopen als je een parkeerplek hebt. Zo, Jezus! Nee! Maar ja, eigenlijk in principe, we moeten er gewoon om 7 uur in zitten. Gewoon sowieso al, maar dan beginnen onze mensen, mijn vrienden. Wat voor vrienden? Ik ken ze. Maar iedereen ziet er wel hartstikke leuk uit. Want we zien natuurlijk allemaal mensen hier rondlopen met leuke outfitjes. We moeten gewoon een fucking plek. Hey, chill. We moeten gewoon een plek vinden. En allemaal dingen zijn ook afgesloten. Hier zo bij de Kuip. Bij de Pijpaté. Mag je maar 90 minuten max parkeren. Als er evenementen of sportwedstrijden zijn. Dus hoeba. Iemand was kapot uitgevallen. Gevallen? Ja. Wat heb jij ook geweest? Wat? Oké, guys, we're ready to go. We staan op een parkeerplek. In the middle of nowhere. Heel wat een beetje op mijn gezicht. Girls looking fly as fuck.
En nu gaan we met de tram naar... Top! Maar gaan we met de metro of met de tram? Met de tram, maar ik zit nu even afspraak of ik wil mijn opgeladen. Mijn is ook niet opgeladen. Ik ben wel kan naar dan. Jongens, denken jullie dat ik het koud ga hebben deze avond? Ja of nee? Kom het even down below. Ja, op zich weten. Ik denk dat ik het wel koud ga krijgen. Maar ja, hopelijk heeft mijn lieve vriend een trui aan of mee. Dan neem ik die van hem gewoon. Hi! Ik wil je nog wat zeggen tegen de vlog? Ik kijk bij de 16 keer. Ik heb